Metropolis is dé manier om onze IT-architectuur in virtual reality goed te beleven en ook te begrijpen. Ik ben dit project gestart omdat ik denk dat onze IT-architectuur één van de meest complexe IT-architecturen in Nederland is. En wij hebben eigenlijk geen mogelijkheid om dit leuk en innovatieve manier te laten zien. Dus dit is niet zomaar een VR waar je een beetje om je heen kijkt en wat ziet van de systemen. Maar je ziet hier echt interactief wat de systemen doen. Dus wanneer maken ze een polis aan? Wanneer maken ze premie aan? Eigenlijk kun je gewoon beleven hoe de IT-systemen werken. Je stapt er dus echt letterlijk in. Hij is precies het gewenste resultaat wat we hier hebben behaald. Wij hebben niet de kennis van VR. En die heeft Cyberreal duidelijk wel. En we zijn blij dat hun ons gedachtegoed hebben kunnen vertalen naar een werkende applicatie. De creativiteit van Cyberreal, maar ook als ik zie naar de kennis van onze eigen mensen die op dit traject zitten, ben ik echt trots om dit te laten zien aan onze medewerkers, maar ook aan onze klanten en eigenlijk aan iedereen. Ik denk dat met deze manier kijken naar je IT-architectuur, we ervoor kunnen zorgen dat IT-architectuur niet weer iets op papier wordt en niet iets wat we ergens onder in de kast schuiven en 10 jaar lang niet meer naar kijken. Ik denk dat je hierdoor IT-architectuur kunt gaan mengen met de belevenis bij onze eindgebruikers. Dus we kunnen onze IT-architectuur dichter naar onze eindgebruikers maken. En ik denk dat dat echt een gigantische stap is. Ik denk dat daar echt de toekomst ligt.